hongerig, kijkend, geconcentreerd. Ja, de wedstrijd gaat door. Een topwedstrijd. Misschien bij een mindere partij was ze zijn gestopt, maar hier, op dit niveau, ga je door. Dit zijn professionals, deze mannen. En nu is het probleem voor Mes dubbel groot. Hij moet en proberen die blessure te beschermen. En tegelijkertijd proberen die wedstrijd een andere momentum te geven. Hij moet die aanval zoeken, maar dat krijgt hij de kans niet voor. Want Spong gaat nu voluit. Hier in de derde ronde. Maar dat geeft ook aan wat voor een warrior, wat voor een strijder deze Mes is. Die door een zware tik krijgt. Weer op die verwonding. Op dat rechter jukbeen. Waar die snee zit, vind ik niet. Maar je ziet ook dat Mes niet wil opgeven. Mes staat er. Mes vecht daar. Mes knokt zich letterlijk stuk op de aanvalstactieken van Tyron Spong. Het oog wordt snel dikker. Dat weet ook Spong. Want dat is een killer. Ja, hij wankelt daar een zware stoot. Een zware rechterstoot. En neer gaat Yuri Mes. Het oog getekend. De ogen. Maar de strijder in, de vechter staat op. De vechter komt overeind. Kan die nog. En nu komt Spong. En de bel gaat just in time. Nou. Als je het ooit hebt over Steve uit de bel. Dan is vandaag wel even die rechterstoot. Kijk eens even het effect. Maar je ziet ook hoe hij probeert zich te herstellen. Probeert op te blijven staan. Probeert overeind te komen. Deze man, de vechter, Yuri Mes. Met een hele, hele zware verwonding op het linker jukbeen. Het hangt helemaal open. Het was de knie. Kijk die stoot op het voorhoofd. Maar kijk die vechtlust van nee, ik wil niet meer. Dan ga je dan toch. En dan moet je weer overeind komen. Dan weet je, die wedstrijd doorgaat, dat de arts weer komt kijken. En dan sta je er weer. Gentlemen, ready? Ready? En hij bijt de tanden samen. Grimmig. Maar Spong is een killer. Is een vechter. Doet zijn werk. Ga naar voren. Blijf jagen. Weet dat het einde nabij is. We zijn in ronde 4. Een zwaar getroffen Yuri Mes in die voorgaande ronde. Die werd gered door de bel. En je ziet dat Spong toch veel respect heeft voor Mes. Hij gaat niet zomaar naar voren. Niet zomaar even van, dit maak ik wel af. Nee, want hij weet dat tegenover een man van wereldklasse staat. Het kenmerk van een grote vechter. Never underestimate your opponent. Altijd. Nooit onderschatten. Nooit. Want een gewond dier is gevaarlijk. En deze Mes is gewond. Is geraakt. En weer hoor je de stem van Mike Passanier. Kom op, Yuri. De mannen die er zoveel hebben doorgemaakt samen. Hij en zijn pupil. Mike Passanier en Yuri Mes. Dat is een 2-1-heid. Maar zal het dan nu werken? Weer even. Weer even zie je dat vuur opkomen bij Mes. Terwijl hij al zoveel moet incasseren. Terwijl het oog nagenoeg is. Weer bijna knie. Spong die daar goed blijft kijken. Geroutineerd blijft kijken. Maar ook moet werken. Kijk eens. Knie weer op het andere hoofd. Op de andere oog, dacht ik. Nee, dezelfde kant. En weer. Respect hoor, wat hier gebeurt. Zowel voor Spong als voor Mes. En dan het einde. De zoveelste treffer. Het gelaat van Yuri Mes. Moe, geslagen. Toch krabbelt hij overeind. Ronde 4. Wat een vechter. Wat een knokken. Dan door blijven gaan. Dat is toch wel even ontzettend veel karakter hebben hoor. Jongen, jongen, jongen. We zijn nog in 1 minuut de tijd in deze 4e ronde. Mes knokt zich er doorheen. Spong naar voren. Jaagt. Zit achter Mes aan. Ruikt dat het einde nabij is. Wat houdt die man op het been? De wil. De pure wil om te willen vechten. Om te willen winnen. Om nu op te willen geven. Hij weet dat hij een straatlengte had staan op punten. Yuri Mes. Het moet zo zwaar zijn. Pijn. Moeheid. Weten dat je tegen een rivier van stoten, trap en knieën op moet zwemmen. Het oog open. Welke kans heeft hij nog? De kans die een vechter altijd heeft. De wil om te winnen. En die heeft hij. Hij staat daar, hij knokt.
Maar Spong, het talent, 21 jaar. Koel, rustig, beheerst, kijkend, zoekend naar die opening, naar die definitieve opening die hij zal vinden, wil vinden. Kijk hier, kijk Mes, komt terug, vecht terug, maakt zichzelf nijdig. Kijk eens even, jongen, 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 wat een wedstrijd. Wat een vierde ronde deze wedstrijd. Hoeveel heeft hij nog over? Het murfgebeukte lijf van Juri Mes blijft ook in deze vierde ronde overeind. Het is zwaar. En binnenkort ook in de hele wereld, want deze beelden gaan eruit over heel Europa heen. 52 landen totaal, buiten Europa zelfs ook. Zien dit, kijken hier naar. Zien hier wat hier gebeurt. We zien twee vechters van het zuiverste water. Juri Mes, rechts in beeld, met de blauwe handschoenen. Tegenover hem, Tyron Spong. Respect, voorbij. Maar het gevecht gaat gewoon door. Een front kick, afhouden door Spong. Die nu de punch op de i gaat zetten. En het enige dat Mes nog kan en wil doen is de boel redden. Is proberen strijdend hier deze wedstrijd uit te vechten. Hij staat achter, hij staat dik achter. Maar dan toch willen knokken, willen vechten. Dan moet je wel karakter hebben hoor. Kan hij dat nog? Kan hij dat nog volhouden? Kan hij nog volmaken tegen deze ontketende man? Tegen deze Spong die zo zuiver stoot, zo goed blijft kijken. Het zijn 2,5 lange minuten die er nog te gaan zijn. En wat zullen die minuten lang zijn? Wat zullen die seconden lang duren voor Mes? Knie door, Spong. Kijkt, mikt. En ook hij zal denken van wat houdt die man en vredesnaam overeind. Weer, knie naar het lichaam. En daar komt het einde. Daar komt het einde. Op de lever, zuiver geplaatst door Spong. En Mes krabbelt overeind. Komt hij overeind? Wil hij nog overeind? Ja, hij wil. Ja, hij komt. En Spong, je ziet hem kijken van, nee, het is over. Het is voorbij, het is mooi geweest. Maar wat een fenomenale, kijk eens op achter, mooi. Iedereen komt op Spong aflopen. Nee, zegt Spong, hij stuurt ze weg. Laat mij hier, laat mij dit moment samen hebben met deze man. Met deze vechter, met deze Juri Mes. De respect dat de mannen voor elkaar hebben is tastbaar, is voelbaar. Echt een fenomenale wedstrijd. Waarin de verliezer wint en de winnaar nog groter is geworden. Want dit is kickboksen op zijn mooiste. Met een superster in wording. Met een fenomenaal getalenteerde man zoals deze Tyron Spong die de zege binnenhaalt. Maar hij, wat heeft hij gestreden? Wat heeft hij gevochten? Wat heeft hij hier zichzelf een plaats veroverd in de annalen? Maar dat hij, Tyron Spong, verder zal gaan naar nog veel grotere zaken, dat mag na deze wedstrijd absoluut duidelijk zijn als een paal boven water staan. Tyron Spong, superstar, dat weten ze nu ook hier in de hele rest van Europa en niet alleen maar in Nederland. Blossom ook even in de ring. Jaila, Sharaya Blossom in de ring. Neem een beetje denken aan het moment dat Anton Geesink Olympisch kampioen werd. En dat iedereen toen hij won van de Kaminaga de mat op rende. En hij zei nee, jongens ga weg. Laat mij dit moment hebben. Zo handelde ook deze Tyron Spong. Zijn fans kwamen op hem af. In de ring wilden hem feliciteren. Maar hij zei nee, laat mij. Laat mij met rust. Laat mij met Juri Mes dat moment delen. Prachtig. Prachtig en sport op zijn best. Hier kun je alleen maar spreken van een enorm respect dat is gegroeid in deze wedstrijd. Tussen deze mannen. Tussen Juri Mes, tussen Tyron Spong. En wat voor bitterheid er ook zou zijn geweest voorafgaand aan de wedstrijd zoals altijd, die is nu verdwenen. Dit is het moment van twee vechters dat eigenlijk alleen maar kan begrepen worden door iedereen die hier in de ring heeft gestaan. Die in de ring heeft gevochten, die erbij is als trainer, als coach, als vechter. Hier Lucien Cabin, de grote meester, de trainer van deze Tyron Spong die zijn sprong heeft gemaakt tot een meedogenloze vechtmachine. Make some noise for the fighters of our final round. Winner. Winner of tonight's battle from the red corner, Tyron, King of the Ring. Hier Badahari, ook hij zal met bewondering hebben gekeken naar deze twee beide gladiatoren.